Vaders, jullie moeten in deze enorme soepkommen duiken vol met rode smurrie. Op de bodem van deze soepkommen liggen 8 letters waar jullie een woord mee moeten vormen. Duik deze letters 1 voor 1 op en breng ze naar je kind. Als jullie alle 8 letters hebben verzameld, moeten jullie zo snel mogelijk het goede woord vormen. En als je het woord hebt geraden, druk je meteen op de knop. Vader, laat maar het zien! Gooi maar neer. Het ziet er lekker uit hoor. Ja, jongens, ga maar naar jullie kinderen toe. Heel sexy. Dit wordt een spannend spel. Het is gladder dan jullie denken hier. Ga allemaal klaarstaan. Kaar nog even een high five. Moedig je vader nog even aan. Want we gaan nu echt beginnen. Ik ga jullie een tip geven voor het woord wat jullie zo meteen moeten raden. En de hint is, het is een uitweg. Het is een uitweg. Hou dat goed in gedachten. De bedoeling is natuurlijk dat jullie eerst de 8 letters verzamelen. En dan mogen jullie gaan scrabbelen. Zijn jullie er klaar voor? Allemaal? Ik tel af. 3, 2, 1, go! En daar gaan de vaders John, Edwin, Frank en Robert in de soep. En kijk, dat gaat heel snel. Dat gaat heel snel. En het is glad op die mat. Het is ontzettend glad. De eerste O is binnen, de tweede O is binnen. En daar wordt ook bij team roze een U aangegeven. En als laatste team blauw ook met een letter. Spannend. Ja, ik zie dat één team toch duidelijk de leiding neemt. En dat is team groen. Dat is het team van Edwin en Jelmer van der Heijden. Kijk, daar ligt Edwin alweer in de soep. Als een bezetene heeft hij alweer een letter, de N. En de anderen blijven toch achter. Dat betekent dat aan de zijkant toch even goed aangemoedigd moet worden door de kinderen. Ja, John gaat er ook weer in. Hoppakee. Op de bodem. Voelen. Proberen om niet met het gezicht in de soep te gaan. Oh, en team Groen gaat wel heel goed. Weer een O binnen. Die Edwin staat bekend als een rustige, lieve vader. Maar hier komt toch een behoorlijke aap uit de mouw. En team Rood zie ik een beetje hinken. Ik zie team Rood een klein beetje hinken. Betekent dat... Wat zou dat betekenen? Het gaat heel goed met team Groen. En aan de zijkant wordt goed aangemoedigd door moeders, vrienden, vriendinnen, familie. Oh, 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 team Rood heeft het zwaar en ook team Blauw, John. Ze kunnen bijna niet meer. Er is bijna geen grip te krijgen op deze vloer. En die soep is koud, mensen. Normaal is soep warm, maar deze soep is koud. En dat betekent dat die spieren, die trekken samen. En dan moet je daarna meteen weer rennen over dat gladde zeil. Met moeite geeft Robert van Buren van Team Paars een letter aan zijn zoon, Brett. En kijk hem eens. Puffen, steunen, zuchten in die soep. Ja, het begin is makkelijk, want er liggen er een hoop letters. Maar op een gegeven moment moet je zoeken. Oh, 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 oh. Robert vliegt bijna naar de zijkant van de soep. Daar gaat de N. En Brett pakt hem aan. Rettekatet. Zet hem op. Jelmer. Oh, vader Rood. Je moet nog. Je moet terug in die soep. Je doet het voor je kind. En moedig ze aan de zijkant, hè. Laat ze horen waar we jullie voor gekomen zijn. Oh, en kijk, Robert is met de laatste energie uit zijn lijf. Ik zou op je buik gaan, Robert. Ik zou gewoon schuiven. Geef die O. En denk na, denk na. Heb je de letters al? We hebben ze al. Oh, en Robert dacht dat hij er nog een keer in moet. Maar ze zijn er al. En nu is het dus nadenken. Nu is het nadenken. Het eerste team is nog aan het zoeken. Terwijl de andere teams al gedrukt hebben. En aan het zoeken zijn. Ja, daar komt hij hoor. En geef hem een applaus. Met de letter L. Daar gaat hij. Rennen maar. En dan dat woord maken. Maak dat woord. En hij weet het al. Hij weet het al. En als je het woord weet, team Rood, dan mag je drukken. Druk dan op die knop. Ze staat klaar. Ze staat klaar. Ze staat klaar. Ja! Het heeft ook
zit hier glad en glibberig. En ik loop helemaal naar het eind, want jullie waren als eerste. Hoe voelt dat? Hartstikke goed gedaan. Hartstikke goed gedaan. Oeh, ga je ook bijna uit. Oh, paarse papa, je ziet er zo vermoeid uit. Dat ben ik ook. Het was pittig. Ik had een beetje slecht grip in mijn schoenen. Dus, Je was eigenlijk in het begin niet de snelste, maar toch eerder klaar. Ja, nou ja, een beetje inzicht in het woord. Zag het gelijk, maar... Je zag het gelijk. Ja. Je kreeg geen hulp van het publiek? Nee, weinig. Weinig. Gewoon, wat wil je tegen je vader zeggen? Nou, hij deed hartstikke goed, alleen de anderen waren net ietsje sneller. Maar de volgende keer gaat het veel beter. Volgende keer gaan jullie hem pakken. Volgende week... Dadelijk gaan we die andere inpakken. Oké, dit was pas het begin. En dan ga ik naar de laatste. Oh jongens, wat ging er nou mis? Ik kon hem niet vinden. Je kon hem niet vinden. In het begin gingen jullie zo snel. Ja. Want je vader is nog steeds de beste? Ja, hij is nog steeds de beste. Ja, hij is nog steeds de beste. Nou ja, jullie hebben wel één heel groot nadeel, omdat jullie laatste zijn geworden bij dit spel. Hebben jullie in de volgende ronde 15 seconden minder speltijd. Maakt het de andere moeilijk. Dat maakt het de andere moeilijk, maar jullie moeten ook als eerste beginnen. Dus we gaan nu naar het volgende spel en die zal uitmaken welke vader is de sterkste.